Will Stiel is een 25-jarige, ja, momenteel proftrainer bij Lierse. Maar eigenlijk een gewone gast die graag naar voetbal kijkt en die graag binnen de voetbalwereld werkt. Dus ik heb eerst een cursus in Engeland gevolgd als Foundation Degree in Football Coaching. Daarna ben ik terug naar België gekomen en ik ben naar Yannick Ferreira geweest, die toen nog in Sint-Truiden bezig was. En ik heb gezegd, kijk Yannick, ik kan die verschillende dingen doen die ik geleerd heb. En zou ik u eventueel kunnen helpen? En die heeft direct gezegd, ja kijk, we hebben een videoanalyst nodig om onze matchen en de tegenstander te analyseren. En daarna is Yannick naar Standaard geweest. Ik heb hem naar Standaard gevolgd. Dan ja, een jaar later samen ontslagen bij Standaard. Yannick is naar Mechelen geweest en ik heb hier bij Lierse getekend als assistent van Fred van der Biest. Mijn bedoeling was eerst om een paar jaren meer ervaring opdoen. En nog leren van de beste, zogezegd. Maar ja, kijk, ik had de keuze eigenlijk niet. De club heeft me dat gevraagd. Ik wist dat ik dat kon. Maar ja, het is altijd een moeilijke beslissing. Maar allez, de dag erna was het een knopje omdraaien en zeggen van oké, nu moeten we punten pakken en hard werken. Dus nadenken niet echt, maar toch even beseffen dat het nu echt is. De moeilijkste ding voor mij is die aandacht van iedereen, van de pers, van de supporters, van de buitenwereld. Moeilijk omdat iedereen over u praat. Iedereen heeft zijn eigen mening en iedereen zegt dingen over u zonder u echt te kennen. Het is wel plezant, je moet niet liegen. Maar het is wel moeilijk om te accepteren dat sommige mensen u kritiseren en zo. Dat vind ik wel moeilijk. Maar ja, ik moet daar leren omgaan en dat is het voetbalwereld. Vroeger, de eerste maanden dat ik hem leerde kennen, was hij heel stil, zoals de naam het zegt. Maar nu moet hij natuurlijk iets meer op de voorgrond treden naar de groep toe. En alle respect daarvoor. Ik zou het nooit niet kunnen bij me inspreken, maar veel respect voor Will. En daarmee ook als dankbaarheid probeer ik hem zo goed mogelijk te assisteren. Ja, je pense que Will a aussi de l'expérience. Il a eu avec des autres coachs comme Yannick Ferreira au Standard. Donc on voit qu'il a aussi côtoyé des entraîneurs. Et je pense qu'il a beaucoup appris et ça se voit aussi. La façon comme on s'entraîne et comment on aborde les matchs. Maar de petit Yannick, veel spelers hebben dat al gezegd. Natuurlijk, als je zo lang met iemand samenwerkt, is het ook normaal dat je sommige dingen meepakt. Maar ja, Yannick is al petit, dus petit, allez, kleiner dan hem, zou wel moeilijk zijn. Maar nee, ik ben gewoon mezelf en ik probeer ook mezelf te blijven. On est à Rixensart dans Brabant Wallon pour mon entraînement en tant que joueur. Rixensart qui évolue en P2 du Brabant Wallon. Je pense qu'ici je viens vraiment pour prendre du plaisir avec mes potes et pour me vider la tête de ce qui se passe au Lierse, de ce qui se passe au travail entre guillemets. C'est clair que c'est pas courant parce que bon, j'entraîne un joueur qui lui entraîne 5 divisions au-dessus. Mais bon, je pense que tout se passe bien. Will est quelqu'un qui vient ici pour faire son sport. Je pense qu'il y a une bonne ambiance et il se plaît bien chez nous. On a peut-être aussi tendance dans le staff à des fois lui poser des questions, lui demander tiens, est-ce que tu penses que c'est positif? Est-ce que tu penses qu'on devrait faire ça comme ça ou autrement? Maintenant, je pense que c'est pas toujours chouette pour lui non plus, du fait que ben, il aimerait bien être considéré des fois plus comme un joueur et non pas comme l'entraîneur du Lierse ou d'une autre équipe. Ce que j'espère, c'est de continuer à prendre le plus de points possible avec le Lierse. Et continuer à prendre du plaisir ici à Rixensart, ce serait top.